Dus toen zei ik, nou, ik wil er wel uit, schrijf mij er maar uit. En toen zei Olga Madsen eruit. Nee, geen sprake van. Er is een hele nieuwe verhaallijn voor je geschreven. Volgende week komt je nieuwe vrouw. Dat kreeg je zomaar te horen. Hoi, fijn dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Zomertijden. Hier vandaag in Hotel de Rozenboom, Everon Jackson Hoy. Hij speelt al 15 jaar de rol van Bing Mauritius. Een succesvolle horecaondernemer die afgelopen seizoen in een heftige vechtscheiding verwikkeld is geraakt met zijn grote liefde Nina Sanders. En dit vind ik ontzettend leuk. Ik ben met jou opgegroeid. Bart Albraat hier te gast, soapveteraan die uiteraard jarenlang in Meerdijk heeft gewoond en de rol van Jeff Alberts heeft gespeeld. We gaan uiteraard praten weer over 30 jaar hoogtepunten GTSD. En aan het eind van het programma gaan we het natuurlijk hebben over jullie privélevens. Want daar willen we ook van alles over weten. Everon, jij zit al 15 jaar in de serie. Meer dan 15 jaar. Dat is echt al een hele tijd. Je was 22 toen je in de serie kwam. Echt een broekie. Broekie, toen was ik nog niet zo grijs. Nou, dat valt nu ook wel mee. Het staat je gedistingeerd. Nou, thanks. Wat herinner jij van die tijd? Nou, ik weet nog dat ik eigenlijk gewoon alleen maar mijn hart heel in de weer voelde gaan. Ik dacht van, wow, oké, dit is heel spannend. En volgens mij was het ook een van de eerste scènes in A&A. Met Bart ook. Ja, kan jij er nog wat van herinneren toen hij kwam? Ja, nou, ik weet wel dat hij op een gegeven moment in de serie kwam. En ik maakte toch onwijs veel indruk. Nee, maar toen was het ook een heel smal jongetje nog. En ik geloof dat dat ook tegen hem gezegd werd dat hij moest gaan trainen. Het klopt, hè? Ja. Hij was een beetje iel. Iets steviger worden. Ja, we hadden een producent, Dag Nijzen. Die zei van, nou, het wordt toch wel tijd dat je ook een keer lekker de gym in gaat. Ja, ja. 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 En dat heb je dus ook braaf gedaan. Ik heb het wel gedaan, ja. Ik doe alles wat ze tegen me zeggen wat ik moet doen. Ja. Jouw romance met George Langeveld is natuurlijk een hele bekende, in het oog springende romance geweest. Laten we even gaan kijken naar een trouwscène van jullie in de kerk. Prachtig. Wees welkom op deze mooie dag. De dag waarop Georgette Langeveld en Bernard Mauritius in het huwelijk zullen treden. Ja, Bing en George was een begrip, hè, in soapland. Het was echt een heel sterk koppel. Wat maakte Bing en George nou zo'n sterk soapkoppel? Ik denk omdat ze toch allebei heel erg verschillend zijn. George is natuurlijk echt de heilige Maria eigenlijk bijna van de serie. En Bing was ook wel een goed zak, maar die raakte altijd wel in de problemen. Opposites attract, zo moet je zeggen. Dat denk ik, ja. Dat herkennen mensen misschien wel. Ja. Wat herinner je over je samenwerking met Bing? We zijn echt wel heel erg naar elkaar toegegroeid door de jaren heen. En het was op een gegeven moment, weet je, dan zijn die scènes ook heel makkelijk om te doen. Omdat je gewoon zo op elkaar bent ingespeeld. En ineens moest Inge natuurlijk weg. Ja. En wat ik daar heel erg vervelend nog steeds aan vind, is dat ik eigenlijk mijn scène met haar heb gedraaid, maar nooit wist dat dat de laatste scène was. Oh, echt? Ja, want Inge werd ziek. En ja, ze had een burn-out. Ja. Dus dat is wel iets wat ik altijd nog wel heel erg jammer vind of zo. Ja, weet je wel hoe het nu met haar gaat? Ja, het gaat wel echt een stuk beter. Oh, ja, fijn. Ja, want ik heb volgens mij vorige maand heb ik haar toevallig even op de app gehad. Ja. Dat ging wel goed. Dus, ja. Oh, dat is in ieder geval fijn om te horen. Ja. Je zei het net al, Inge is inderdaad vrij onverwacht weggegaan. Er kwam een vervangster voor haar, Melissa Drost. Ja. Hoe was het voor jou om ineens met een andere actrice te spelen? Hoe ging dat? Nou ja, weet je, heel veel lof naar Melissa toe. Want het is volgens mij heel moeilijk om zo'n rol over te nemen. Want een rol wat eigenlijk al door iemand wat jaren wordt gespeeld. Ja. Maar Melissa was daar zo goed in. Ze kwam de set op en niet van ik kom even Inge vervangen. Maar ze was er echt van ik ben hier om de rol van George te spelen. Dus dat is een heel soort ander energie wat je dan meebrengt. Dus ze was er meteen en ze was meteen een onderdeel van ons. En dat heeft ze heel goed gedaan. Dus ze is ook gewoon zo goed ontvangen in de groep. Dus eigenlijk ging dat heel erg gesmeerd met Melis. Ja, ja. Jij doet dit al 15 jaar, zei het net al. En eigenlijk hadden we toen een beetje een grapje, want jij zei nou, ik doe het al 25 jaar. Zie jij jezelf ook op naar de 25 jaar? Ja, als de schrijvers mij blijven zegenen met zulke mooie verhalen, zie ik het wel gebeuren, ja. Ja. Ik heb zoveel mooie dingen mogen spelen en eens in zoveel tijd dagen ze me ook heel erg uit als acteur. Ja. En zolang dat zo is, blijft het voor mij heel leuk. Ja. En kan het zomaar 25 jaar worden. Ja, want Bart, wat zorgde er voor jou voor dat jij die rol 25 jaar hebt gespeeld? Dat is eigenlijk geleidelijk zo gegroeid. Ik zou eigenlijk gewoon samen met Harriet Tol een jaar blijven.
En zij ging er toen uit na een jaar, want het was iets anders. En toen, nou, toen ben ik nog een jaar langer gebleven. Maar toen hadden ze eigenlijk een jaar lang niet zo'n duidelijke verhaallijn voor me. Dus toen zei ik, nou, ik wil er wel uit. Schrijf mij er maar uit. En toen zei Olga Madsen eruit. Nee, geen sprake van. Er is een hele nieuwe verhaallijn voor je geschreven. Volgende week komt je nieuwe vrouw. Dat kreeg je zomaar te horen. En hup, daar viel je weer in de tegenwoordig, tegenwoordig worden er lange lijnen gesprekken gehouden. Van dat en dat gaat er gebeuren met je. Ja. Toen was het gewoon dit gebeurd, punt uit. Tja, wauw. Wij hebben al een klein teasertje mogen horen van Marley. Ja. Maar nou heb jij een foto meegenomen, begrijp ik? Ja, ik heb een foto van jullie meegenomen. Ook omdat we lekker van spoilers houden. We gaan alles weggeven. Yay! Hoe meer spoilers, hoe beter. Maar deze foto die ik heb meegenomen is omdat de kinderen hebben zeg maar, aangedrongen dat we lekker een weekendje met z'n allen weggaan. Mm-hmm. En dat is wel met alle gevolgen van dien, zeg maar. Dus met alle gevolgen van dien? Ja, dat, ja. Oh, ik vind het een heerlijke spoiler. Een heerlijke spoiler. Goed, ja, Bartel. In het kader van het terugblikken op 30 jaar GTST wil ik met je terugblikken op een periode in het leven van Jef die nogal heftig was, want Jef heeft een tijdje een zwerfbestaan geleefd eigenlijk. In het kader daarvan wil ik even te gaan kijken naar een scène waar Barbara jou vindt op straat en jij er niet heel goed aan toe bent. Ik moet ze gewoon even inlopen. Bovendien, ze staan op de tas. Daar gaat het om. Superleuke scène om dit terug te zien. Hoe komt dit bij jou binnen als je dit ziet? Nee, dit is een favoriete verhaallijn van mij. Ik had hem ook zelf verzonnen ooit. Ik had hem ingediend van stel nou eens dat hij failliet gaat en zwerver wordt. En dan zeg ik het zelf, maar zowel van mijzelf, maar ook van Charlotte als Barbara is het gewoon ontzettend mooi gespeeld. Je ziet bij haar bijvoorbeeld ook de afkeer, maar tegelijkertijd toch van ze houdt toch van die man. Weet je, dat dubbele, en dat speelt ze heel consequent in al die scènes door. En het eind is natuurlijk helemaal prachtig wanneer Jef bijna doodgaat en aan de hand van een engeltje al aan de hemelpoort staat. En dan hoort hij nog zo, Jef, Jef! En dan keert hij zich om en dan komt hij toch terug in het leven. En ja, dat kan je in soap kan je dat doen. Ja, je kwam steeds terug als Sinterklaas. Ja. Vorig jaar even niet. Nee. Waarom was dat? Ik moest acuut opgenomen worden in het ziekenhuis met een darmafsluiting. 4-5 dagen helse pijnen en toen hadden ze eindelijk de juiste diagnose gesteld. Meneer, u wordt met spoed geopereerd. Morgenochtend. Ik zou morgenochtend beginnen met repeteren Sinterklaas en al die scènes die week doen. Dus dat ging niet door. Dus toen hebben ze in het weekend Wilbert gebeld en gezegd, jij moet die rol overnemen. Oh, zondagavond, jezus. Zondag, ja, die stond zondagavond daar ineens. Gebeld, maandag komen. Ja, dat was Sinter-Robert voor één keer. 25 jaar heb jij in de serie gespeeld, dat is echt heel bijzonder. Dat is een ontzettend lange tijd. Wat is jouw mooiste herinnering aan al die jaren? Henriette Tol was mijn eerste vrouw, Karin Alberts. En die ging op een gegeven moment weg. En toen zei Henriette tegen mij, ja, ik hou een heel lang verhaal tegen je en dan vertel ik je waarom ik wegga. Je moet wel huilen. Okay. Op een gegeven moment kwam inderdaad, ik huilde. En dat was de langste scène die tot op dat moment ooit in de serie gedraaid was. En hij was afgelopen en de cameraman zegt, hij moet over, want ik was niet scherp. Oh, wat afschuwelijk. En je had zo zitten persen op die traan. Ik had zo mijn best gedaan. Ja. Maar zou je weer terug willen als Jef Albers? Dat willen we horen, Bart. Ja. Ik wil best terug. Zeker. Oeh, nou, leuk. Heel leuk. Ja, ontzettend leuk om van jullie te horen wat er allemaal in Meerdijk is gebeurd de afgelopen jaren. Maar ik wil het natuurlijk ook hebben over jullie persoonlijke leven, want het gaat fantastisch met jou, Everon. Jij bent terug bij jouw liefde, Joshua. Ja. Ja. Je gaat er helemaal van stralen, wat heerlijk. Nou, dat is een goed teken dan. Toch? Zeker, zeker. Ja. En hebben jullie leuke plannen voor deze zomer? Hij heeft het natuurlijk heel druk met zijn studie en werk. En ik werk natuurlijk ook en doe daarnaast ook nog voor alles. Dus als we elkaar zien, dan is het heel erg chillen. Ja. Echt quality time, naar familie toe. En vooral heel erg lang Netflixen. Heerlijk, gewoon niks doen. Ja, Joshua is gewoon mijn rustpunt. Ja. En ik ben heel happy met hem dus. Ja. Mooi. En zijn er nog trouwplannen? Nee. Oké, en kinderplannen?
Kinderwens? Ja, er is een kinderwens. Maar onze leven zien er nu niet uit dat daar kinderen in passen. Dus, Nee. Je bent ook een ontzettend druk mannetje met jouw met GTST, maar ook qua ondernemen. Ja. Want jij hebt een prachtig bedrijf. Ja, ik heb IM Toro met twee andere vrienden. En de coronatijd was daar eigenlijk ook fantastisch voor, want ik heb gewoon hele nieuwe collecties gemaakt. En heel druk bezig geweest. En waar moet een goede onderbroek nou aan voldoen? Want je maakt ook onderbroekenlijnen. Daar hebben we in principe heel lang over gedaan. En dat is gewoon de perfecte fit vinden. Kijk, op zich zijn er natuurlijk zoveel merken. En het is een lapje stof. Je moet het echt niet romantiseren. Maar je wil natuurlijk wel dat als je iets aantrekt, dat het gewoon wel fijn zit. Ja. Dus daar hebben we heel lang over gedaan. We hebben één design. En daar maken we verschillende printjes mee. Nou, doe je goed. Hartstikke gaaf. Barto, jij bent opa geworden. Louis en George. Louis en George, ja. Kijk, door corona hebben we ze dus een tijd niet gezien. En dan heb je zo'n George, zo'n mannetje, heb je dan 6-7 weken niet gezien. En dan is het heel grappig om te zien wat voor ontwikkeling die Jan heeft doorgemaakt. We hebben Jetske, mijn vrouw en ik met hem, hebben we op de plein zitten voetballen met z'n drie. En dan zie je een ongelooflijk druk mannetje en ontzettend goed kan hij al voetballen, weet je wel. Het is heel leuk om te zien. Een trotse opa hoor ik hier praten. Het is erg leuk. Ja. Binnenkort een mijlpaal, want je wordt 70. Ja. Zijn daar al plannen van? Ja, dat wil je groot vieren. Misschien doe ik dat ook. Maar dat... Wanneer word je 70? 17 augustus. 17 augustus. Nou, dat is genoteerd hoor. Audi-datum. Ja. Ja, dat is genoteerd. Ik weet nog niet wat het gaat worden. Nee, dus, zal wel... Ik heb al zoveel verjaardagen in mijn leven gevierd en groot gevierd. Dat, Er zal vast wel iets gevierd worden. Het is een bijzondere leeftijd. Dat moeten we doen, Barto. Ja. Ja. Ja, ja. Neem je zwembroek mee, het is een verrassing wat we gaan doen. Dat idee. Barto, ontzettend bedankt dat je hier was vandaag. Ik vond het heel bijzonder om al jouw verhalen te horen. Everon, jij ook bedankt dat je hier vandaag wilde zijn. Graag gedaan. Ook jij, ook jouw verhalen vond ik echt super gaaf om te horen. En tof dat je het zo naar je zin hebt bij GTST. Op naar de 25 jaar. En volgende week hebben we natuurlijk weer een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Zomertijden. En hier verheug ik me heel erg op, want Jette van der Meij komt langs. Die speelt natuurlijk al jaren de rol van Laura Selmhorst in de GTST. En ze is er niet alleen, ze is hier samen met haar op kleinzoon, Ruud Veldkamp, oftewel Nout Alberts. Zij zijn hier samen te gast, dus ik kijk heel erg naar uit. En ik weet jij ook, dus tot volgende week.